Goedemiddag en welkom bij deze extra nieuwsuitzending van Tip de Bruine Labrador. Mijn naam is Rick. Ik wilde even op een luchtige manier terugkomen op de vele verzoeken die we hebben gekregen voor het volgen van ons via de app Polar Steps. We hebben tientallen, ik denk bijna wel 100 volgverzoeken gekregen, plotsklaps. En daar wilde ik toch even op een nette manier op antwoorden. Een jaar geleden hebben wij deze app aangeschaft omdat wij familie gingen volgen die in Azië aan het rondtrekken waren. En dat was hartstikke leuk om te doen. Daarna hebben we de app nooit meer gebruikt en was die slapend. Nu opeens worden we overspoeld, ik weet ook wel waarom, met vele verzoeken of jullie ons kunnen volgen. Ik vind het een hele leuke app. Ik vind het ook leuk om mensen te volgen. Alhoewel wij dat tot nu toe helemaal niet deden. Maar om zelf die app bij te houden met steps, zoals dat heet, en verzoeken te beantwoorden, dat vinden we net iets te veel werk, omdat het vloggen op zich al best wel een wissel trekt op je. En uiteindelijk zijn we gewoon op reis en willen we gewoon mooie dingen zien en af en toe delen in een vlog. En anders wordt het wel heel erg veel werk onderweg. Dus, misschien maken we er ooit gebruik van. Het is absoluut niet persoonlijk dat we mensen de verzoek niet inwilgen. Maar we doen er gewoon voorlopig even niets mee. Wellicht een andere keer. Dus we gooien de verzoeken nog niet weg. Maar we gebruiken ze ook nog eventjes niet. Maar we voelen ons wel vereerd. Hartstikke bedankt in ieder geval. Einde uitzending.